Stichting De Backlot heeft vanmorgen samen met de leerlingen van de Thomas van Aquino School de kick-off gedaan voor Earth Hour 2019. Het thema dit jaar is Reduce, Reuse, Change the Way We Live. Op zaterdag 30 maart doen wederom miljoenen mensen in meer dan 125 landen hun lichten uit voor 1 uur. Dit om aandacht te vragen voor de toekomst van onze planeet. In het kader van Earth Hour worden jaarlijks verschillende activiteiten ontplooid. Eén daarvan is het educatieprogramma dat op 20 MULO en 20 GLO scholen wordt uitgevoerd door de Backlot. Laurens Gomez, directeur van WWF Guyana Suriname, benadrukte het belang van scholen voor de viering van Earth Hour. Omdat eigenlijk kinderen het allerbelangrijkste zijn voor allemaal. Het gaat om jullie toekomst. En jullie hebben een grote uitdaging. Want je kunt niet alleen maar over de aarde leren van volwassenen, want je gaat het zelfs nog beter moeten doen dan volwassenen. En misschien zelfs volwassenen moeten vertellen van jongens, wij hebben een manier gevonden om beter met onze aarde om te gaan. Ik weet zeker, jullie gaan straks een filmpje zien, dat jullie dan echt gaan nadenken van, oh ja, zo kan ik iets doen voor de aarde. Volgens UNICEF-vertegenwoordiger Patrick Matala kunnen kinderen met alles wat ze leren tijdens het educatieprogramma hun huisgenoten in de juiste richting duwen. Use your skills and your mind to push your family, for example, to avoid to use plastics every time. We gaan jullie kennis gebruiken en het kennis dat jullie vandaag zullen opdoen gebruiken om thuis mama, papa, oma, tante, ooms te gaan vertellen dat een van de dingen om de aarde te beschermen is geen plastic gebruiken of recyclen. Yes, and during the big event at the end of the month, we will be all together at the place of independence for to celebrate the 60 minutes of our Earth Hour. Yes. En op 30 maart, zoals WWF net aangaf, zullen we allemaal gezamenlijk dit vieren op het plein met jullie familie en met jullie gezin, waar we weer 1 uur het licht zullen uitdoen, allemaal om Earth Hour dan te vieren. And I will be the first with my family member there, just for to show the example. Hij gaat ook met zijn gezin, ik ga met mijn gezin, dus iedereen komt met zijn familie, alleen om het juiste voorbeeld te geven. Mahogany Nede, communicatiemedewerker bij UNICEF, die de vertaling deed voor UNICEF-vertegenwoordiger Patrick Matala. Hij sprak vanmorgen tijdens de kick-off van Earth Hour 2019 op de Thomas van Aquino School, georganiseerd door Stichting De Backlot. Earth Hour wordt wereldwijd op 30 maart gevierd, waarbij voor 1 uur alle lichten uitgedaan worden.